Hey, en wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een gloednieuwe vlog van de Rijtse familievloggers. Dat is helemaal niet zo snel. Nog veel mee. Mijn naam is Dennis. Ik ben Nova de muis. En ik ben Melissa, niet de muis. Waarom ben jij nou weer een muis? Nou ja, goed, dat vertellen we zo dadelijk. We hebben weer een Q&A. Yeah. We hebben wat vragen opgestuurd gekregen en die gaan we over enkele ogenblikken voor jullie beantwoorden. Ja, en daar zijn we dan. En wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. Maar we gaan eerst even uitleggen waarom jij er zo uitziet. Het is zondag, dus Nova draagt dan graag muizenpakken. Ja. Nee, het is wel zondag dat we dit filmen. Ja, en wij filmen dit op de dag dat de carnavalsoptocht er is. Yay. Of komt. Ja. Gisteren ook al kinderoptocht was. Ja, en dat hebben jullie eigenlijk al gezien in de vlog voor deze vlog. Ja, dus daar was deze van, hè? De dus we combineren het uit. Ja, wil je weten waarom Nova inderdaad een medaille heeft en dergelijke? Kijk dan zeker even de vorige vlog terug. Je moet even zorgen dat het niet de hele tijd tafel klopt. Ja, daar gaat hij ook kapot van. Nee, ja, buiten dat. Maar dat is heel irritant voor het geluid ook wat opgenomen wordt. Maar we gaan dus in deze vlog weer een aantal vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld via Instagram of al in eerdere vlogs onder de reacties. En dat zijn er nu in dit geval 7. En ook zit de vraag er uiteraard tussen waar jullie zo nieuwsgierig naar zijn. Waar gaan wij dit jaar naartoe op vakantie? Dat gaan we allemaal over enkele ogenblikken dus beantwoorden. Maar we hebben hier gewoon een 7-tal briefjes op tafel liggen. En Nova die mag gewoon een willekeurig papiertje pakken. En dan gaan we kijken wat daarop staat. Hebben jullie nog verbouwingsplannen? Hebben wij nog verbouwingsplannen? Nou ja, eigenlijk wel. Heel veel. Sowieso plannen in ons hoofd altijd. Plannen altijd. Maar het zijn dit keer geen plannen die ik zelf ga doen. Qua verbouwen. Hè. We hebben een cinewal gemaakt. We hebben een hele zolderverbouwing gedaan. We hebben een keukenverbouwing gedaan. Maar dit keer zijn het wat kleinere zaken. De eerste die gaat plaatsvinden, dat zijn nieuwe deuren. Ja. Volgens mij nodig. Begin maart komen ze daarvoor langs en worden onze binnendeuren allemaal vervangen. En waarom, hoor ik jullie nu denken? Ja. Nou, sinds dat wij hier in dit huis zijn gaan wonen, waren eigenlijk alle deuren al beschadigd. Aan de onderkant, hè? Ja, allemaal aan de onderkant, dat er rafeltjes zijn. Onze wc-deur in de hal, daar zit echt een deuk in. Omdat daar ooit, omdat daar de voordeur een keer tegenaan is gewijd. En er dus geen stopper zat. Ja, precies. En, maar dat zit er eigenlijk al in sinds dat wij hier zijn komen wonen. En dat hebben we altijd op een laag pitje gezet. Van, joh, dat komt nog wel. Verder zijn ze prima werkend. Ja, dus, voor de rest wel. Het is alleen zicht, hè? Het is alleen zicht. En aangezien we nu toch eigenlijk bijna alle verdiepingen al hebben verbouwd in ons huis, was het nu tijd om die te gaan upgraden. Ja. En dat gaat dus in dit geval in de eerste week van maart gebeuren. Best snel. Dus dat zullen jullie ook zeker zien in een van de komende vlogs, dat we ineens allemaal hele andere deuren hebben. Want we krijgen in onze hal, naar de woonkamer, krijgen we ook een Nova-deur. Die heet de Nova. Gaat jij een deur worden? Ja, maar dat is dus zo'n zwarte deur met glas erin. Oh, ik dacht dat Nova daar ging staan. Oh, dat mag ook. Nee. Ja. Dat is een soort taartdeur. Maar dan volgens mij gewoon van hout. Dus een nep taartdeur. Ja, maar het ziet er wel heel gaaf uit. Ja, hoop ik. Ja. Maar dat is dus de eerste verbouwing die eraan gaat komen. Tweede stap verbouwing. Het was niet echt een verbouwing, denk ik. Maar we zijn aan het kijken of wij nog een paar zonnepanelen op ons dak erbij laten plaatsen. Andere kant. Aan de voorkant van ons huis. Dus dat gaat ook binnenkort gebeuren. In ieder geval komen de offertes van binnen. En dan kunnen wij gaan kijken of dat of het rendabel is. Of we het geld kunnen missen, et cetera. Maar dat zijn eigenlijk de twee grote verbouwingen. Voor de rest hebben we in ons idee en ons hoofd natuurlijk nog een badkamer. Een badkamerverbouwing. Ja. En wat Nova al zegt, we willen onze trappen. Ja. Zowel van de beneden naar de eerste verdieping en de eerste verdieping naar zolder. Die willen we nog gaan opknappen. Ja, maar dat zijn erg kostbare verbouwingen. Dus dat staat op lange termijn. Ja. Oké, tweede. Mag ik die bakken nu? Ja. Oké, 1 millimeter, 10 millimeter, die. Oké. Wat zijn jullie laatst geprinte 3D-prints? Nou, wat leuk! Ja, we zagen hem binnenkomen. We zagen hem binnenkomen, dus we hebben al wat voorbereiding gedaan, jongens. Als ik zeg miep, miep, wat denken jullie dan aan? Aan wieuw. Wat denken jullie aan? Miep. Ja, we hebben hier inderdaad de roodrunner. Nee, is het de roodrunner? Jazeker. Dit is de roodrunner, hè? Dit is de roodrunner. En hoe heet die andere? Dat is Coyote. Wile E. Coyote, inderdaad. Maar wij hebben hier een roodrunner geprint. Zo zie je zelfs hele wolken. Met, zo inderdaad, snel gaat wolken erachter. Daarnaast hebben wij een hele gave Star Wars
print gemaakt die loshangt in draden. Dus die hangt inderdaad hier gewoon los in, zeg maar. Het kan gewoon bewegen. Zo. Dat is gaaf. En je hebt ook zelfs nog een effect als je hier een lampje in kan plaatsen, eventueel dat hij van bovenaf verlicht wordt. Dus die hebben we geprint. Ja, jij wilt die laatste. Laatste die doen we als laatste. Die was ook de allerlaatste. Dat is de allerlaatste. Daarnaast hebben we, als we toch in het thema van de Roadrunner en Looney Tunes zijn, hebben we ook Bugs Bunny geprint als laatste. What's up, Doc? Yo, lekker worteltje. Lekker worteltje. Dus dit is inderdaad de ene laatste print die we hebben gemaakt. En dan mag Nova die mag de laatste laten zien. En dan mogen jullie raden waar die van is. Ja. Ja, leuk is die. Je kan hem ook echt. Ja, je kan hem ook wel opwinden. Ja. Pas op, hij gaat knallen. Kijk uit, hij gaat boem. Nou, zo'n effectje wil laten zien. Precies. Die heb ik namelijk volgens mij van de ontploffing. Maar dat zijn onze laatste geprinte 3D-objecten. Ja. En inderdaad, buiten dit natuurlijk hebben we nog steeds tot de wekelijks een aantal bestellingen printen via onze Etsy-webshop van de gepersonaliseerde naam sleutelhangers. Dus heb jij interesse, zoek jij nog een leuk uniek cadeautje, kijk zeker even op onze Etsy-webshop op reizigers.nl/Etsy. Leuk. Oké. Okay. Ja, je mag weer. Moet mama nou niet vragen? Nee hoor, dat mag Nova best voor mij. Oké. Okay. Hoe oud zijn jullie katten? Nou, dan mag jij vertellen. Hoe oud zijn onze katten? Okay, hoe oud is Racer? 13. En hoe oud is Garfield? 13. Oh, ze zijn allebei 13. Zijn ze allebei 13? Ah, ja, wanneer is Racer geboren? 19 april. Hoe weet je dat zo uit je hoofd? Dat weet ik wel. Nee, ja, oké. Okay, maar Racer is dus geboren op 19 april en dan 13 jaar geleden. Dus hij wordt 14. Die wordt 14 dit jaar. Ja. Garfield is 2 mei. En Garfield is van 2 mei. Die is inderdaad twee weekjes jonger dan Racer is. Ja. Ja, en even voor de mensen die niet weten. Racer is die grijze kat. Ik zal een fotootje in beeld laten zien. Garfield, kijk, een schattig fotootje. En Garfield is die rode kat. Ja, spilletjes slaan. Ja, het zijn twee aparte katten, maar heel lief. Ja, ze komen maar twee verschillende nestjes. Ze zijn geen broertjes. Nee. Ze zijn heel lief naar elkaar, dus ze kunnen soms lekker vechten, maar dat doen ook gewone broertjes en zusjes. Dus. Ja, ja. Nee, en wat zou ik zeggen? En Garfield inderdaad, die wordt dan 14 en die is dan iets minder gezonde soms. Ja. Maar ook die gaat gelukkig. Ja, Garfield heeft wel kwaaltjes aan zijn medicijntjes met zijn niertje, met zijn niertjes. En die heeft inderdaad medicijnen inderdaad. Ja, maar die slaan goed aan, dus dat, dat is fijn. Ja. Dus 14 alweer bijna. 14 alweer bijna, ja. Worden oud. Nou. Ja. Volgende. Ja. Die. In welke klas zit Nova? 5B. Klas 5B. Dus dat is groep? 5. Groep 5 en dat is dan klas 3. Ja, maar dat werkt nooit meer hoor. Nee, maar het was vroeger inderdaad de derde klas. Ja, vroeger heette dat ook klas. Vroeger was groep 3 de eerste klas. Ja. Dus groep 4 de tweede klas, groep 3 de vijfde klas en zo door. Ja. Dus je zit in de derde klas. Maar in België denk ik, als ik het goed had begrepen, werken ze nog steeds met klassen. En hier is inderdaad gewoon groep 5. Is dat zo? In België? Ja, dat heb ik wel bij sommige scholen zo begrepen. Oké, nou ik weet dat we Belgische kijkers hebben. Dus laat even in de reactie of het inderdaad zo is. Ja, tot maar inderdaad, groep 5. Groep 5, klas 3. Ja. Ja, je gaat... eigenlijk is het morgen. Volgend schooljaar is eigenlijk dan tot z'n echt naar de bovenbouw. Ja, officieel is het 6, 7, 8. Ja, 6, 7, 8. En dan ga ik naar een andere locatie. Dan mag ze op de fiets naar school. Dus dan is het ook allemaal weer wat verder. Gaan vast een beetje oefenen met door de wijk en weer de andere. Weer een grote stap. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Okay. Oh, daar is die hoor. Waar gaan jullie dit jaar naartoe op vakantie? Waar gaan wij dit jaar naartoe op vakantie? Daar is hij dan eindelijk. We gaan nog heel even wachten. Ja, we gaan er naartoe opbouwen. Ja, ja, ja. Ja, want we hebben natuurlijk ook voor onze superleden hebben wij al tips. En, voor alle leden hebben wij hints gegeven. De eerste hint was, het is er waarschijnlijk heel warm. Nou, waarschijnlijk is echt, het is wel gewoon als wij gaan heel warm. Waarschijnlijk. Ja, de tweede hint was, er worden veel records verbroken. De derde hint was, je kan er goed shoppen. Je kan er goed winkelen. Ja. Ja. En de vierde hint was... Ja. Ja. Wat was dat ook alweer? Weet hem niet meer. Nee. Er zijn veel attracties. Ah, ja. Ja, er zijn veel attracties. Dat waren de hints. Ja. Er hadden een paar mensen op gereageerd. Ja. We kregen reacties van Italië, Sicilië, Verenigde Staten, Amerika, die was laatste. En het goede antwoord was ook al door twee mensen gegeven. Oké. Okay, jij mag roepen. Keihard. 1. Dubai. Wij gaan inderdaad dit jaar naar Dubai. Echt hoor. Hoe dan? Ja, ik ben heel benieuwd.
echt oprecht heel benieuwd. We zijn heel benieuwd. Ja, en dan gaan we terug naar de hints. De eerste hint was natuurlijk, het is er warm. Ja. Dat is het zeker. Meer de verwachting is inderdaad meer dan 40 graden als wij er naartoe gaan. Ja, wij gaan in het hoogseizoen. Dus we gaan in het hoogseizoen. Ja, wel, dan is het sowieso al heel warm. Ja. De tweede hint was, er worden veel records verbroken. Nou, we hebben natuurlijk in Dubai de hoogste wolkenkrabber ter wereld op dit moment. Nog wel, ze zijn allemaal weer nieuw aan het bouwen. We hebben daar de snelste achtbaan ter wereld. We hebben daar een van de grootste winkelcentra's ter wereld. Ja. Vandaar ook de hint, je kan er goed shoppen. Ja, precies. En volgens mij was daar ook de grootste indoor ski. Grootste indoor, ja, bijna alles is pretpark grootste. En alles is daar natuurlijk indoor, zeg maar. Ja, het enige 7-sterren hotel ter wereld. Oh ja, ook nog. Heb je daar zitten. Dus heel veel Records. Ja. Ja, nou hadden we dus die mall al. Hè. Daar gaan we natuurlijk ook naartoe. Gaan we jullie allemaal laten zien in de toekomstige vlogs die gaan komen. Grootste winkelcentrum ter wereld. Ik weet niet hoeveel voetbalvelden groot. Ja, precies. Maar kunnen we niet eens alles zien, joh. Nee, ik denk het ook niet. En de laatste was veel attractieparken. En dat is natuurlijk ook wel een hele leuke. Ja, ja, ja. We gaan redelijk wat attractieparken bezoeken. Zoals SeaWorld, Yas World, Ferrari World. Warner Brothers Movie World. Ja, ja, ja. Allemaal worlds. Ja, allemaal worlds, inderdaad. En inderdaad, in Ferrari World staat de Formule Rosso, de allersnelste achtbaan ter wereld, in 4 seconden afgeschoten worden naar 240 kilometer per uur. Die ga ik nog even bekijken. We gaan even of we daarin willen. Dennis gaat. En ik ga nog even kijken hoe warm is het. Kan mijn lichaam hier tegen? Want die wil niet altijd meer meewerken. Het is alleen mijn snelheid. Dus het komt helemaal goed. Maar dat worden dus hele gave beelden die eraan gaan komen. En het is inderdaad, Dubai stond al langere tijd in ieder geval voor mij op een bucketlist. Melissa die wil heel graag warm weer hebben als we vakantie gaan. Combinatie. Ja, en Nova vindt pretparken ook leuk. Wij eigenlijk de alle drie wel. Dus ook weer gecombineerd. Dan gaan we naar Dubai. En Dubai, we gaan 16 dagen lang. We gaan naar het Hilton Hotel. We hebben een luxe kamer geboekt. Een deluxe Seaview kamer. Ja, precies. Dus we kijken als het goed is heel mooi aan. En het hotel ligt op het Palmeiland. Dus voor de mensen die het niet weten. Dubai heeft 2 palmeilanden. Ah. Dus dat is kunstmatig gemaakt. En het hotel waar we zitten zit aan de voet van het eiland. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar we hebben een mooie view ook dan. Ja, we krijgen volgens mij echt heel gaaf. Ik ben heel benieuwd. Oh ja, grootste waterparken ter wereld heb je ook nog natuurlijk. Ja. Dus we gaan hele gave beelden schieten. En dit is al een beetje ter voorbereiding voor de vakantie ook van 2025. Want die weten we al. Hebben we ook al een aantal keren gemeld. We gaan dan naar Florida, Amerika. Leuk. Dan gaan we wederom naar alle Disneyparken. Naar alle Universal parken. Allemaal. We gaan naar Tampa. Ja. We gaan naar alles. We gaan naar... weet je ook alweer? Met die raketten en zo. Ja, NASA. Kennedy Space Center. Ja, daar gaan we naartoe. Dus dat wordt ook een geweldige vakantie. Met hele gave vlogs die eraan gaan komen. Maar eerst maar deze. Maar we gaan ons nu eerst voorbereiden op deze hele gave trip naar Dubai. Ja, we gaan ook stiekem nog naar... Oh ja! Stiekem vertrekken we dus ook al morgen. En dat gaan jullie na deze vlog zien. Voor een midweek vakantie. En dit keer gaan we naar Roompot. Ja. Nieuwvliet Bad. Met Mavi, Jeroen en Melissa. Die zijn er ook weer bij. Leuk. Dus na deze vlog komen er weer wat leuke vakantievlogs aan. Ja. Maar de grote vakantie is dus naar Dubai. Leuk. Ja. Leuk. Zin in. Nou, je mag weer. Ik mag. Oh, sorry. Ja. Wanneer komt er weer een giveaway? Ja. Ja. Nou, wat zijn jullie allemaal hebberig, jongens? Ja, waarom willen jullie nou weer spullen? Ik zou het zelf hebben. Die is er over ongeveer een goede maand, denk ik. Ja, in maart is de verwachting dat er weer een nieuwe Monsterbox Lente editie gaat komen. Ja. En zoals jullie weten gaan wij dan weer iemand blij maken om zijn aankoopbedrag terug te kunnen krijgen. Leuk. Dus kijk in deze vlog. En zie jij tot de Monsterbox, omdat je bijvoorbeeld op de nieuwsbrief bent geabonneerd, tot je ziet dat die al verkrijgbaar is, bestel hem dan met onze referentiecode Rijdsters. Kan ook al voordat onze vlog online komt. Ja, dus altijd kan je die... Wij gaan hem uiteraard unboxen en dan gaan we wederom al die promotie doen. Maar die code die is gewoon altijd geldig. Ja. Dus op het moment dat jij een bestelling doet en je hebt onze vlog nog niet gezien, vul altijd de Rijdsters bij de referentiecode in. Op die manier, als je daarna naar de vlog kijkt van ons en daaronder reageert dat je graag wilt meedoen, dan maak jij kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Helaas is de afgelopen 2 keer is het voorgekomen dat wij echt 50, 60 tot zelfs meer dan 100 boxen via onze link hebben verkocht. Maar tot er dan uiteindelijk maar een aantal mensen
in de reactie onder onze unboxing video achterlaten tot ze graag mee willen doen. Ja. En dat is wel een voorwaarde. Dus dat ja, net is voor de mensen die het wel doen, hebben ze meer kans om terug te winnen dus, natuurlijk. Ja, ja, daarom. Dus het is een soort win-win. Ja. Maar ja, nee, het is wel fijn als je het achterlaat hoor. Klopt helemaal. Leuk, dus nou, goede maand. Dan houd het zeker in de gaten. Houd het zeker in de gaten. Ja. En wie weet dat we nog een keer ook iets met de sleutelhangers gaan doen. Oh ja, leuk. Ja, ja, maar dat, ja dat moet even nog. Volg ons gewoon. Maar in ieder geval, dan mis je het gewoon niet. Zo nu en dan giveaways. Ja, en klik natuurlijk ook op het belletje als je geabonneerd bent. Want dan krijg je dus een berichtje zodra we een nieuwe video hebben geüpload. En je kan vaak in de titelomschrijving of de thumbnail kan jij zien dat er een giveaway-actie in zit. Moet je zeker weer even. Altijd, maar dan helemaal. Ja, zeker weten. We hebben de laatste vraag. Wat is jullie leukste vakantie tot nu toe? Wat is onze leukste vakantie tot nu toe? Ja, ja. We hebben die vraag natuurlijk al binnen zien komen, dus hebben we over na kunnen denken. Ja, we kunnen, en dan kunnen we hem even gaan splitten in twee soorten. We zijn natuurlijk nu als gezin. Ja, ja, ja. Daarvoor hebben we een aantal vakanties gedaan, maar we zijn ook los toen Nova nog niet geboren was. Hebben we ook heel veel mooie reizen gemaakt. Ja, ik weet het al. Nou, dan mag jij hem als eerst vertellen. Wat is jouw leukste vakantie tot nu toe? Ibiza. Ibiza? Dat staat bij mij ook heel hoog. Van onze gezinsvakanties. En eigenlijk was dat... Oh ja, er mocht een podium samen. Ja, ook, en eigenlijk was dat maar een hele korte hemelvaart. Ja, last minute. Het was echt een midweek naar Ibiza. Ja. Zijn we toen 4 dagen is naar Ibiza gegaan. Dat was met oktober. Was in oktober, in de herfstvakantie. Ja, en toen hadden we daar gewoon 30 graden. Heerlijk. Hoe gek was dat? Ja, die staat bij mij ook nog heel hoog. Ook gewoon vanwege het feit dat we lekker een auto en dat eiland rondtoeren. En zelf plekjes zoeken. En doen. Het had echt gewoon een leuk sfeertje, relaxed. En vooral in de oktober met 30 graden. Het voelt alsof we gewoon weer een zomervakantie hadden. Ze zeiden ook nog, het is de warmste oktober ooit. Ja, dat was toen wij hadden toen ook nog geluk, want het was normaal nooit zo warm. Het is altijd wel lekker daar al in oktober, 20. Maar niet 30 inderdaad. Het is dus, ook al bijna, het is alweer iets meer langer dan een jaar geleden. Ja, want we zijn natuurlijk afgelopen oktober in herfstvakantie naar Disneyland Parijs geweest. Ja. En het jaar daarvoor zaten we dus inderdaad in Ibiza. Ja. Dus heb je die vlog nog niet gezien, kijk ze zeker altijd even terug. Dat is echt super. Maar die zijn mij ook heel hoog. Dus dat is inderdaad, snap ik wel, dat jij die ook heel leuk vond. Ja. En ik heb van gezinsvakanties toch ook de eerste vakantie van Nova. Die vliegvakantie moet ik zeggen. Ja, dat is even toen deden wij nog niet vloggen. Nee, dus daar hebben wij inderdaad geen vlogmateriaal van. Nee. Maar dat is wel ook... we hebben wel foto's genoeg. Maar we hebben inderdaad daar ook gewoon leuke herinneringen aan. Zij voor het eerst vliegen met nog de luiertje en alles nieuw. En weet je wel, mag ik nu echt alles eten pakken? En nou ja, dus dat was ook gewoon meer het gevoel van als ouders met als eerste vakantie. Ja. Ja, dat was gewoon leuk. En toen kwam toen met een pizza. Ja, en Nova die kon al pizzapuntjes regelen door aan te wijzen, ijsjes regelen. Ze had alles daar in orde. Ja. Heerlijk. Ja, dus die twee zijn als gezinsvakantie bij mij ook wel echt hoog. Ik vind al die vakanties leuk, maar die staan... Ja. En ik vond Cyprus dan weer heel erg leuk. Dat hebben we ook gevlogd. Dat was natuurlijk een heel luxe resort met een geweldig aantal glijbanen die eraan vastzaten. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Ben je een beetje moe? Heb je carnaval gevierd of zo? Ja, dat was heel leuk. En als ik even ga kijken naar de vakanties voordat we als gezin waren, dan moet ik zeggen tot Orlando, waar we dus natuurlijk volgend jaar ook weer naartoe gaan. Die staat heel hoog op mijn lijstje, maar ook Las Vegas. Ja, Las Vegas eigenlijk. Denk stiekem bij mij hoger. Las Vegas, dat was zo indrukwekkend aan die landschappen. En ook daar hetzelfde verhaal. Autootje gehuurd. Precies. Gewoon lekker rijden waar we naartoe wilden. De Hooverdam en dat soort dingen. Ja, en toen ook gewoon die attractie dingen van die watervallen. Nee, die watervallen. De fonteinen. De fonteinen van de... Die grote hotels. Bladshow Hotel. Precies. Ja, en... Diezelfde maker van die fonteinen, die hebben dus ook de fonteinen bij de Burj Khalifa, oftewel die hoogste toren van Dubai. Daar hebben ze ook zo'n fonteinenshow. Ja. Die is door dezelfde makers gemaakt. Dus daar gaan we natuurlijk ook naar kijken en voor jullie beeld vastleggen. Het is dan eigenlijk niet te vergelijken, Las Vegas en Orlando met Disney en zo. Nee. Het heeft allebei dan echt, ik denk het gewoon gedeelde nummer 1. Ja. Maar dus veel gave vakanties die we hebben gedaan. En hopelijk komen er nog dus hele gave vakanties aan. In ieder geval Dubai en Amerika. Maar misschien dat we voor de jaren daarna weer heel iets gaafs gaan verzinnen. En kijken wat allemaal mogelijk is. Precies, superleuk. Ja, dus goed, we hebben nu weer 7 vragen beantwoord. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Nou, precies, dat we mooi kunnen vertellen. Mooi weer eventjes. Wij zitten een beetje op de schopstoel, want wij moeten heel snel richting de optocht in Etten-Leur. De reclameauto rijdt al door de straat. De reclameauto's die rijden al door de straat. Dus wij gaan snel deze vlog afsluiten. En het beeld die we dus dadelijk gaan schieten, die hebben jullie in de vorige vlog gezien. Lekker zo, al die tijdwisselingen. Alsof we een jetlag hebben op vakantie gaan. We gaan gewoon lekker door. Dat houdt ons bezig. Bedankt voor het kijken. Yes. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat zeker niet te doen. Onder de video kan je klikken op die abonneerknop. Aan de zijkant van die knop vind je een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je automatisch dus bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Zeker even doen. Ik ben heel snel. Ik ben super snel. ADHD, olé. Je kan ook lid worden. Nee, jullie zien hieronder. Je kan lid worden, maar eigenlijk doen we die altijd als laatste. Ja, heel leuk. Laten we eerst even beginnen met het feit dat je inderdaad
Ons kan supporten op verschillende manieren. Ja, ons kan supporten op verschillende manieren. Zo hebben wij een Etsy webshop, waar wij gepersonaliseerde sleutelhangers maken. Dan kan jij er eentje bestellen. Vind je dat superleuk? Kijk dan eventjes op www.rijtjes.nl/Etsy. Rijtjes.nl/Etsy. Daarnaast is het ook mogelijk om merchandise shoppen, ja, merchandise kleding voor ons te kopen. Voor elke verkoop die we hebben, krijgen wij een aantal euro's aan extraatje. Kunnen wij dat geld weer investeren in ons YouTube kanaal. Rijtjes.nl/shop. Ik plaag. Zo, Nova is al klaar. Ja. Ik ben klaar. Oké. En natuurlijk, jullie zien hier beneden de namen al. Je kan ook lid worden op ons kanaal voor een vast bedrag per maand van €1,99 of €4,99. Support jij ons, krijg jij de exclusiviteit voor terug, zoals naamsvermelding, zoals hieronder. Regelmatig vroegtijdige toegang tot onze video's en nog veel meer. Wil je precies weten wat het allemaal inhoudt, klik dan even op die lid worden knop. En dan leg ik in een video aan jullie uit wat dat allemaal precies inhoudt. Laat natuurlijk die duim omhoog achter. En voor nu kunnen wij met z'n allen niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei!